Eén blokje is de RWZI. Riool, water, zuiveringsinstallatie. Wij, mensen, wij lenen het water uit de natuur. Klopt, hè? Ja. Wij lenen het water. Wij gebruiken het. Dus ik zet dat hier neer, drinkwater. Hier is de natuur. Dit is drinkwater. Wie maakt bij ons het drinkwater? Evides. Evides. Wij niet, hè? Wij niet. Evides maakt het drinkwater. Die maakt het drinkwater. Die heeft een heel lijke stelsel. Daar gaat dat drinkwater in. En het gaat bijvoorbeeld naar het huis. Naar de school. In het huis wordt het drinkwater wordt gebruikt. Gedronken, eten mee koken, wassen, naar de wc. Noem het maar op. In plaats van een drinkwaterleiding gaat dat water in de rioolwaterleiding. Dus na dit gedeelte gaat het in het riool. Dus dit is drinkwaterleiding, dit is rioolwaterleiding. Dat water wordt door ons waterschapsgeldstroom verzameld uiteindelijk. En hier op de RWZI, rioolwaterzuiveringsinstallatie, schoongemaakt. Zo schoon dat we het terug mogen geven aan de natuur. En dit is dus het inkomende water wat binnenstroomt. En het effluent is het uitstromende water, het schoongemaakte water. Nou, ik hoop dat u het kan zien. Kijk, dit is dus het influent. Dit is dus troebel met bezinksel onderin. Voorzichtig, voorzichtig. En dit is het effluent. Kijk, het is een stuk schoner. Nog steeds niet helemaal schoon in de zin van dat het geen kraanwater is. Want het is geen kraanwater. We hebben hier de voorbezinktank. We lopen zo meteen naar die tank toe. Maar hier kunt u mooi zien hoe dat er eigenlijk uitziet. Van boven ziet het eruit als een grijze massa. Niet deze, maar gewoon grijs. En als je nu kijkt, dan zie je dus dat hier een gedeelte aan de onderkant aan het bezinken is. Dit materiaal gaat naar de beluchtingstank. En de beluchtingstank is juist het tegenovergestelde van de voorbezinktank. Daar ging het heel rustig. En in de beluchting moet juist altijd heel erg in beweging zijn. En de lucht gaat erin, zoals hier. Dus dan wordt het in beweging gebracht, ziet er heel smerig uit. Hoe komt dat nou? Niet vanwege die bacteriën die hier aan de onderkant zitten. Nee, dat is primair slip, dat hebben we eruit gehaald. Maar omdat we de bacteriën aan toevoegen die het materiaal wat opgelost is in het water opeten, zichzelf vermenigvuldigen. En als dit gebeurd is, dan gaat het naar de nabezinktank. Dat ziet er ongeveer uit zoals dit, maar zonder dit bovenste laagje als het goed is. Dan bezinken die bacteriën weer. En het bovenste laagje is het schone water dat we kunnen afleveren. Sommige dingen kun je niks aan doen, hè? Blaadjes gaan in het riool, dus die zitten hier vanwege de herfst natuurlijk ook tussen. Ik zie daar een bal,
Je zal een hond verloren zijn in de put, dat kan ook gebeuren. He, dat zijn van die dingen. Maar we hebben ook wel eens gezien dat er twee onderbroeken in zaten. Bij Breskes was het zelfs dat er een zwempak in zat. Sommige mensen hebben er plezier in om om de andere dag een stuk touw er doorheen te spoelen, zodat de boel vastloopt. Nou, dan hebben we een heleboel onkosten aan natuurlijk. We nemen een proefje. En ik zeg altijd, proefjes moet je onder ongeveer gelijk... Even wachten. Moet je onder gelijke omstandigheden doen. Dus we moeten ongeveer even lang schudden. Zet die goed dicht. Check, check, dubbel check. Het is plastic op glas, dus het wil een beetje gloeien. Maar het is drinkbaar. Nu starten. Eigenlijke doekjes. Die doekjes zijn ontzettend sterk. En zijn van kunststof gemaakt. En omdat ze zo sterk zijn, hebben wij hier heel veel problemen mee. Want onze pompen kunnen hierop vastlopen. Als het heel is, die pomp is heel alleen verstopt, dan kun je nog zeggen, oké, pluk het eruit, deksel weer dicht, bol weer in werking. Maar als die stuk is, dan moet er een nieuw onderdeel besteld worden. Of als die pomp helemaal stuk is, een hele nieuwe, dan moet een pomp naast gezet worden. Klopt allemaal, hè? Ja. Dus allemaal uren, dus allemaal geld. En uiteindelijk, we betalen waterschapsbelasting, wij betalen het ook weer allemaal met elkaar. Dus de dringende vraag is hier, hoort, zegt het voort, zo min mogelijk troep in het riool. Oké, wie wil even terug? Leuk dat je aanbiedt. Eén stuk terug, ja. Goed zo. Oh, wat een moeilijk is. Twee. Ja, dit zijn maar, jij bent ook blij. Dat is een gespeeld, hè? Dat hebben jullie al gespeeld. Die mannen wel, hoor. Hij is nou al opgericht, nou wordt het toch een leuke. Yes! Zeepapier. Dus ik haal die stukjes uit. En dit gaat gewoon in kleine stukjes. Daar kun je geweldig mee papier mâcheën. Het is een beetje duur, krantenpapier is goedkoper, maar het is wel mooi wit natuurlijk. Dus dit is. Dit is het meest geschikt. Ja, ik moet schrijven ook niet. Van de andere zuiveringen. Terneuzen heeft de grootste zuivering van Zeeuws-Vlaanderen. De andere zijn dus kleiner. Wat wij extra hebben is een gasinstallatie. Daar kunnen we een slip, een bio. Gasmaker, zeg maar. En dat komt, het slip komt allemaal naar hier. En wij verwerken dat voor de andere zuivering. Bordjes, Hulst. Klooster Zanden, Oostburg, Breskes, Retrangement. Die hebben de zuiveringen. En daar werd het zand eruit gehaald, het is meter diep aan de kant en een meter of 8 in het midden. Dat houdt dus in dat die bodem, die is niet vlak, maar die is een beetje konisch, zo, als een trechter. Wat gebeurt er? Het water wordt ingehaald, het gezeefde water. Het water krijgt rust. En omdat het rustig is, gaan we het heel langzaam. Slip wat er onderin zit, dat is heel licht en dat beweegt heel makkelijk. Met als gevolg, als je het snel zit, dan warmt dat op en dan is het effect weg. Dus het gaat naar het midden, zit een pompje, zuigt dat weg. Het is echt een goedje stuk.
Schoonmaken. Hij heeft de schoonmaker de tuin. En daarna hebben we twee nabezinkers. Die ene is in onderhoud. Deze is een jaar of twee geleden is die helemaal leeg geweest. Dat hebben we gezien. In het midden, net als de voorbezinktank, zeg maar een beetje chavacht diep. En aan de kant van de als je iets in het water stopt dat oplost, kan het water er helder uitzien, maar je weet niet precies wat of erin zit. Dus dat is voor kinderen, maar dus ook voor jullie, voor alle mensen, van belang om je te beseffen van dat wat je doorspoelt, het is niet weg, het blijft ergens. Dus de schadelijke dingen zou je beter apart bewaren en bijvoorbeeld op de Milieustraat inleveren. Een secundair slip uit de nabezinktank. En uiteindelijk gaan we daar gas mee maken, biogas. Het gaat hierin, het wordt verwarmd. Die bacteriën hebben het opeens niet meer zo reuze naar hun zin en langzaam sterft dat af. Er ontstaat gas, dat is biogas. Dat biogas halen we eruit en wordt in die gele tank hiernaast opgeslagen. Nou, op het ogenblik zit er 225 kub ongeveer in. Dat is een buffer. We gebruiken dat gas zelf, maar niet direct uit die tank. We slaan het op en daarna wassen we het nog een keer. Ongeveer 85% van de elektriciteit die we nodig hebben, komt uit het afvalwater. Het kan zijn dat die het eruit pompt in plaats van erin doet. Ja, ja, ja. Dus wat doen we tegenwoordig? We persen het uit, het gebeurt hier binnen. Er wordt een beetje polymeer aan toegevoegd, waardoor het water en het slip makkelijker gaan scheiden. Wordt uitgeperst tussen twee walsen die tegen elkaar indraaien, waardoor het water eruit gaat. Dan gaat het naar de slipverbranding Noord-Brabant. Ja. Gaan we weer in.